Dit is een podcast over een rustige zondagmiddag in het dorpskoffiehuis in Halsteren. We hebben het daar nogal eens over en dat komt omdat we daar nogal veel prettige momenten hebben meegemaakt en ook gebeurtenissen waarover af en toe wel eens een column viel te schrijven. En zo ook deze, die gaat over een zondagmiddag, zoals we al zeggen, uit de kerk in het dorpskoffiehuis. Van Ervenakker. Het was op een vrij rustige zondagmorgen in het dorpskoffiehuis. Ofschoon de mannen druk praten, bleef de strijd en het wezenlijke vuur eruit verwijderd. Ze waren alle wat loom van de loodzware hitte die in het cafeetje hing. De kaarters hadden zich in een dichte sigarendamp gehuld, terwijl de biljarters vandaag hun stoot niet hadden. Door de dorpsstraat trok een groepje kinderen in bruidsjurkjes en daarna kwam de drumband, waarvan de leden bestonden uit schonkige meisjes met spillebeentjes. Doch zij trokken fiks van leer, want het daverende geweld deed het bier in de glazen trillen, terwijl dikke Rinus opnieuw een stoot miste. "Het is vanwege de fancy fair," zei Pirke, "voor de missiepater." Instemmend knikten de mannen. Vanavond zouden ze wel eens met moeder de vrouw een kijkje gaan nemen bij die fancy fair. Het gesprek zulde nog wat voort tot daar Marijn met zijn dochter binnenkwam. De koppen werden bij elkaar gestoken, want wat kwam hij hier doen? En dan nog wel met zijn mollige dochter. "Geef de mannen er een van mijn," riep Marijn luid door het etablissement. Er werd over en weer wat gesanteed, terwijl het de veteranen duidelijk was dat ze natuurlijk op weg waren naar de fancy fair. Marijn was geen beroerde vent, maar hij durfde nogal eens hoog van de toren te blazen en het moest al verrekte slecht zijn als hij het desalniettemin toch als mirakels bleef kwalificeren. De boer, die juist een verse sigaar aanstak, bromde dat ze hem nu wel eens met een stuk naar huis zouden willen sturen. Derhalve werden de vaste klanten ongewoon gul. De kastelein liep zich het apenzuur van de toog naar het tafeltje van Marijn en terug. Doch ook hij liet zich niet onbetuigd, want de glazen bleven gevuld, al kostte hem dat dan steeds meer van het begrote bedrag dat besteed had moeten worden op de fancy fair voor de missiepater. Jaap, een Zeeuwse jonge boer uit Tolen met een uitgesproken kijk op vrouwen, was de eerste die met het mollige meisje danste. Men had een wals gedrukt op de jukebox en sommigen stampten met hun voeten op de grond de maat mee. "Ik zijn hier de boer," riep de boer, terwijl hij nipte van zijn oude klaren, na zo even tegen de kastelein gezegd te hebben dat hij er niet was als zijn vrouw zou bellen. "En wat zijn ik dan?" riep Marijn krijgshaftig. "Gij," smaalde de boer, "gij noemt uw eigen boer, maar wat voor mij blijft er maar een herrebijer. Dat kan de zoon uw kop zien," zei hij treiterend. Tegen de donderende stem kon hij niet op en redde de zaak door nog een rondje te geven. "Schrijf het maar op de lat," riep hij, want ook de centen voor de missie hadden een andere zending gekregen. De mollige dochter, die braaf haar steentje aan het welzijn der zwarte kindertjes had willen bijdragen, droeg nu in niet geringe mate bij tot de feestvreugde der inboorlingen in ons stamcafé. Ze wilden allemaal wel eens met haar dansen. Intussen kwam de drumband weer terug. Ze sloegen dezelfde dreun, de bruidsmeisjes dropen van devotie en de pater, die vuurrood haar had en spoedig zijn licht zou laten schijnen in donker Afrika, liep met een brede glimlach achteraan, terwijl zijn hoofd buigzaam dankte voor de bewezen belangstelling. De mollige dochter zat wartaal te uiten aan de toog, terwijl ze bezig was om een sigaar van in de 30 centen in rook te doen opgaan. Haar vader hief het laatste glas, want de kastelein weigerde verdere medewerking. De boer en zijn kornuiten hadden het meeste plezier van de wereld, want hun opzet was volledig geslaagd. Hij, maar ook de mollige dochter, hadden er een danig stuk in. De mannen gingen naar buiten en lieten Marijn met zijn aardige dochter voorgaan.
Hun gang was wankel en zelfs om een lantaarnpaal hadden ze leut. Tot daar, eerbiedwaardig als steeds, meneer Pastoor over het vulgaire trottoir tegemoet schreed. Zelfs zij, wier blikken troebel waren, zagen de iets wat treurige blik in de ogen van de zielenherder, want hij begreep op het ogenblik het beste dat de missie ten onder was gegaan aan het dorpscafé en daar de centjes waren gebleven. En dank u, schrijfkouter. Ja, en dit verhaaltje is in feite op een waar gebeurde situatie gestoeld, met hier en daar een klein beetje fantasiesaus eroverheen. Dank u, schrijfkouter.